Wat dacht je toen je gebeld werd? We gaan je volgen voor een documentaire. Ja, nou, hij kwam zelfs bij mij op de kamer om even wat met mij te overleggen. En ja, ik heb er wel even over moeten nadenken natuurlijk. Want het betekent nogal wat dat je maandenlang, meerdere dagen per week, een cameraploeg op je gezicht hebt zitten. Ik vind het uiteindelijke resultaat is gewoon ontzettend mooi geworden. Hij is body lotion, maar die doe ik ook altijd in mijn haar. Bumpy road, ja. Ja, nee, het was enerverend. Ik dacht na die provinciale statenverkiezingen, hè, overal gewonnen in Nederland als eenmanspartij. Ik denk dat is wel heel bijzonder. Dus ik dacht van, nou, laat ik haar voorstellen of ik haar langere tijd kan volgen. Toen waren we dat overeengekomen, toen viel twee dagen later het kabinet. Dus toen kon ik gelijk aan de bak, want toen wist ik van, ja, dit is de episode die ik nou moet gaan volgen. Namelijk van, vanaf de val van het kabinet van Rutte 4 tot het einde, die verkiezingsavond. Je zegt ook in de docu, ik heb een werkleven en ik heb een privéleven, maar in die docu kwam dat ook wel een beetje samen, toch? Hoe was dat? Ja, je probeert dingen natuurlijk heel erg gescheiden te houden, maar tijdens het werk gebeuren er dingen die uit je privé komen en die dan weer invloed hebben op je werk. Ja. En dat was wel lastig op een gegeven moment. Ze zaten vol vertrouwen en daarna ging het minder. En werd ze zowel inhoudelijk als op privévlak. En dat heeft heel veel indruk gemaakt. Met het verschijnen van een boek, maar ook wat er gebeurde in de Tweede Kamer toen ze werd aangevallen. Dat maakte heel veel indruk. Wat heb je als zwaarste ervaren? Nou, als zwaarste heb ik ervaren de passage in het boek van Marcia Nieuwenhuis over mijn scheiding, die voor mijn kinderen echt redelijk traumatisch is verlopen. Waar we heel veel last van hebben gehad. Het begon 20 jaar geleden en 13 jaar geleden hebben we er eigenlijk voor gekozen om geen contact meer te hebben met mijn ex-man. Maar de kinderen ook besloten hebben geen contact meer te willen met hun vader. Daar gaat heel erg veel aan vooraf. En dat wordt in een boek maar zo even opgeschreven. En vervolgens kwam Eus bij Voetbal International met een verhaal wat gewoon echt totaal nooit gebeurd is. Maar waar ik wel in word beschuldigd dat ik eigenlijk degene ben geweest die de kinderen heeft weggehouden bij hun vader, wat al niet het geval is. En dat ik hem bijna tot zelfmoord heb gedreven omdat hij van een brug wilde afspringen, wat ook niet gebeurd is. En dat vind ik heel erg heftig. Je hebt het in de documentaire ook over het liegen van Johan Derksen, over je optreden bij de Bevers. Hoe is jullie band nu? Nou ja, gewoon zoals hij altijd is. Kijk, op dat moment dat hij dat ook maar zo even zegt, wat de reden zou zijn. Hij gaf aan dat het kwam vanwege mislukte repetitie. Terwijl ik hem echt heel duidelijk heb uitgelegd, daar in Ahoy, waarom ik die avond niet zou meedoen. En dat verraste me heel erg, want ja. Ik dacht, joh Johan, ja, ik heb het jou uitgelegd en je hebt zelf nog gezegd van dat snap ik. Waarom doe je dit? Wat is hier de reden van? En dat noem ik liegen. Was je ook bang voor bijvoorbeeld gezichtsverlies? Want je had bijvoorbeeld ook in de documentaire volledig verloren kunnen hebben natuurlijk. Dingen zijn gewoon zoals ze zijn. En mensen hebben daar een oordeel over. Ja, en die laat ik gewoon aan de mensen zelf dan. We zien de binnenkant van je huis. Je zoons hebben een hele grote rol. En we zien je ook nog wel eens huilen op moeilijke momenten. Was je er bang voor om dat te laten zien? Nee, kijk, als ik daar bang voor zou zijn geweest, of als het zou gebeuren en ik zou denken, ja, weet je, dit gaat me wel een beetje ver, dan zou ik gezegd hebben van, ik wil niet dat je dit uitzendt. Maar ik vind het juist belangrijk dat je het wel uitzendt. Ik wil, ja, normaal gesproken ga je naar huis. Er zit Jan daar op de bank en daar heb je het ermee over, of die beschermt je. Of... Wat mij vooral is bijgebleven na het zien van de documentaire is het gemis van je overleden man, Jan. De urn, de leesbrillen, de boeken op het nachtkastje. Is dat iets waar je het nog steeds heel erg moeilijk mee hebt? Ja. Ja, zeker. Ja, dat speelt elke dag in je leven. En zeker op momenten dat je die eenzaamheid voelt, hè? Dus als er echt heftige dingen gebeuren, dan is dat gemis komt echt nog harder als een dreun aan. Omdat het dan echt tastbaar is, hè? Dat hij er niet meer is. En kijk, ik heb het heel vaak dat ik hem mis of dat je wakker wordt en dat je dan kijkt naar een lege plek naast je. Weet je, denk, ja, weet je, het komt gewoon nooit meer terug. Dat vind ik het erg. Het komt nooit meer. Hij komt nooit meer terug. Onze momenten komen nooit meer terug. Dat komt dan zo bij je binnen en ja, daar kun je wel heel verdrietig van worden. Om het proberen om het naar een positief iets te brengen, zou je misschien openstaan voor een nieuwe liefde in je leven? Nee, voorlopig niet.
Nee, ik zelf denk ik helemaal niet eigenlijk. Nee, zoals ik er nu in sta. Kijk, ik wil geen man, ik wil Jan. En die is er niet meer en die komt ook niet meer terug. Dus dan is het op dit moment helemaal uitgesloten. Als laatste, wat me eigenlijk ook nog wel opviel, was dat je wel echt heel erg veel rookt in de documentaire, zeg. Ja, echt, hè? Ja, dat is echt zo. Kijk, dat is ook iets, daar heb ik wel over nagedacht. Van, ik rook sowieso. Moet je dat doen, hè, in een documentaire? Maar ik dacht op een gegeven moment, weet je, fuck it. Dit is ook wie ik ben, hè? Ja. Ik vind het dus heel vervelend om dat stukje dan niet te laten zien. Dan ben ik dus niet transparant. Dat staat mij tegen. Als ik zeg ik wil alles laten zien, dan is ook het rookgedrag. Zeker op de momenten met heel veel stress. Dat zie je ook in de docu. Dat ik gewoon een pakje op een dag oprook. Ja, van die goedkope pakjes uit Tsjechië. Ja, dat dacht ik wel even van. Ja, ik ben ook gewoon een Nederlander, hè. Ik denk, ja, dat is wel gewoon. Ja, die pakjes kosten daar €5. Dus dat neem ik wel een paar van mee natuurlijk. Ja. Dus ja, nee, maar weet je, ook dat hoort erbij. En misschien het zou ook nog positief kunnen zijn, hè, dat omdat je dat doet, dat mensen dus ook kunnen zeggen, kijk, die mevrouw rookt heel veel en die stem van haar is ook niet meer zo oké. Dat als jij gaat roken, Piet of Klaas, dan gaat jou dat ook overkomen, hè? Dus het kan ook een preventieve werking hebben. Je probeert het een positieve draai te geven. Zeker, dat doe ik altijd. Opzouten met z'n allen, dat dacht ik. Is iedereen er? Ja!